Her name was written on the photograph. Right next to her red sunburned face. De beste fotograaf van Nederland, want dat is de man voor wie wij hier staan vandaag. Daar staat hij. Robin Utrecht, jouw collega's, je kent ze, die vechten zich vaak een weg door het persvak naar voren. En roepen dan, majesteit, hoogheid, kijk eens. En ja, in de hoop dat ze dan een blik krijgen. En jij hoeft dat allemaal niet te doen. Jij bent er gewoon en ja, drukt af op exact het goede moment. In het persbericht las ik dat jij flirt met de Oranjes. Heb je dat zelf bedacht trouwens? Dat heb ik niet zelf bedacht. Heb je niet? Nee. Jij flirt echt met Maxima. Doe je dat bewust? Kom er even bij trouwens, Robin. Ja. Ja, je vrouw is erbij, ik snap het. Wat is jouw truc om de aandacht van die Oranjes te trekken op zo'n rustige manier? Nou, ik roep nooit inderdaad mee, of bijna nooit. En je zoekt natuurlijk wel naar een beetje spontane momenten vooral. We gaan hem samen onthullen. Okay. Dit is een bijzonder moment voor jou, toch? Ja. Een expositie in Paleis Soestdijk, waar wij als kinderen naar zaten te kijken. Daar staan we nu gewoon. Bizar. Oké. Okay. Ik ga wel even aan deze kant staan. Ja, aan deze kant. Zijn de fotografen er klaar voor? Daar gaat hij. Een modern koningshuis is geopend. Gezien. Wat vond je ervan? Erg mooi. Ik zei het net al in mijn toespraakje toen ik Robin in het zonnetje mocht zetten. Maar je ziet steeds weer momenten waar ik zelf ook bij ben geweest. En dat je denkt, hè? Was hij daar echt bij? Want het ziet er nu veel mooier en gezelliger en leuker of verrassender uit. Het is echt een unieke kwaliteit van Robin. Dus de foto's die jij daar onderweg maakt zijn toch iets minder of niet? Gelukkig wel, want anders dan zou het brood uit de mond van de echte fotografen stoten. Maar Robin staat echt, vind ik, op eenzame hoogte. Er zijn heel veel fotografen die meereizen met bezoeken. En dat zijn meer een soort van snapshots bijna, van een beetje platte plaatjes. En hij voegt daar iets aan toe door zijn lichtval, door de verrassing, door de humor ook. Dat is echt bijzonder. Ja, en als je nu voor een tweede keer zou gaan kijken, zie je toch weer een andere foto eigenlijk. Ja, ja, in die zin is het eigenlijk ook kunst. Omdat hij wat toevoegt, blijft het verrassend om naar te kijken ook. En dat, ja, ik ken eigenlijk niemand op dit moment die net zo goed is als Robin. Heb jij vanmiddag een foto gezien die er voor jou echt uitspringt? Nou, eigenlijk deze. Dat is toch de poster van de expositie, het Modern Koningshuis. En ja, dat zegt meteen alles. Ik vind het is gedurfd. Het is Maxima die ook in een gedurfd pakje daar rondloopt. Dit is inderdaad het moderne koningshuis. En dat weet hij perfect vast te leggen. Maar het is ook wel humor als je het ziet. Dit is echt een kerk, echt een ingang in de kerk, waar net de zon is. Daar binnen, toen ze net naar buiten kwamen, zeg maar, het eerste moment is niet. Dit is echt de schaduw van de zon in de kerk. Ja, waar ik vroeger als kind dacht van, nou, daar kom ik nooit terecht, maar daar sta ik nu toch in Paleis Soestdijk, samen met Robin Utrecht. Ja, een speciale middag voor jou volgens mij. Ja, een hele bijzondere middag. Vooral bijzonder om natuurlijk je foto's zo terug te zien op deze locatie, ja. Ja, heel bijzonder.
Ja, inderdaad. Je maakt foto's van de koninklijke familie. Daarnaast natuurlijk ook wel andere foto's, maar dit is echt een expositie van de koninklijke familie. Ik vroeg me nou af, wanneer is een foto voor jou nou dat je zegt, dit is dé foto geworden? Ja, er moet iets spannends gebeuren, iets onverwachts of zo. En gewoon mooi in beeld en natuurlijk scherp, goed qua compositie. En vooral met zo min mogelijk storende elementen. Dus gewoon echt heel strak gefotografeerd zonder storende elementen. En echt wat ook laat zien wat er gebeurt. Dan is het maar goed dat het nu allemaal digitaal is. Je kan inderdaad nu wel meer maken dan vroeger. Ja. Want vroeger zat je met rolletjes te klooien inderdaad. Ja. En nu met digitaal kan je wat meer maken. Ja, dat klopt, ja. Er zijn hele bijzondere foto's van de leden van het Koninklijk Huis. Zouden ze altijd blij zijn met alle foto's? Dat weet ik niet. Nee. Niet altijd, denk ik. Maar ik zet ze ook niet op een lullige manier erop of zo. Dat is niet mijn intentie. Nee. Maar ik denk met de meeste foto's komen ze altijd wel vrij positief naar voren. Dus ik denk dat ze met de meeste foto's wel blij zijn, ja. Hoe lang fotografeer je al? Sinds 1998 eigenlijk. Maar daarvoor niet? Kwam het ineens van, nou, laat ik eens leuke foto's gaan maken? Nee, ik heb via kunstacademie gedaan. Daarmee ben ik begonnen in 94 en in 98 ben ik afgestudeerd. Dus toen ben ik meteen bij Utrecht Nieuwsblad begonnen. Ja. Dus sindsdien ben ik officieel dan fotograaf, maar ik fotografeer ook al vanaf 93. Ja, de foto's die hier hangen, sommige dan denk je van, nou, daar hebben ze echt voor geposeerd. En sommige denk je van, nou, ik heb echt op het juiste moment geklikt. Wat vind je leuker? Die spontane foto's of dat ze echt ervoor gaan zitten, zeg maar? Nee, de spontane foto's. Ja, want je hebt elk jaar is altijd een fotosessie in Leg bijvoorbeeld. En of in Nederland of in Italië. Echt een standaard moment is dat. En dat vind ik altijd fotografisch minder aantrekkelijk om te doen. Ik heb altijd leuker om spontanere foto's te maken, dat er iets onverwachts gebeurt. Ja. Zoals deze bijvoorbeeld, dat Maxima in één keer omdraait. Een onverwacht moment, dat vind ik leuker om te fotograferen dan echte standaard geposeerde fotomomenten. Ja, alhoewel je haar zou denken van dit is echt geposeerd, want ze kijkt recht in de camera. Ja, maar het is niet geposeerd. Want ze loopt namelijk bij het paleis naar binnen en ze draait net even om en kijkt toevallig in mijn lens. Ja. 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 Ja, je hebt net een rondleiding gegeven voor de pers. Het viel me op dat je nog van iedere foto weet waar en wanneer het was. Nou, ik moet soms ook wel heel even nadenken, hoor. Vooral met de drie kinderen, welke doop het nou precies was. Maar een eerste doop van Amalia natuurlijk, die vergeet je niet meer zo snel. Want het ook een hele bijzondere plek was die ik toen mocht innemen. Ja. Dus dat onthoud je wel, ja. Ja, want daar vertelde je wel een leuk verhaal bij, hè? Dat je echt heel lang ergens gezeten hebt en toch net echt het goede moment op de foto maakt. Ja, nee, inderdaad. We mochten met 5 fotografen in de kerk fotograferen toen tijdens de doop. En ik had een plek bovenin gekozen, helemaal in de nok van de kerk. En ik wilde eigenlijk recht naar beneden fotograferen. En dat was inderdaad een aantal uur wachten, een aantal uur zitten. Maar toen heb ik wel de foto kunnen maken, ja. Heeft de koninklijke familie, in het toespraakje van Peter van der Vorst, dat je toch wel bekend bent bij het Koninklijk Huis. Maar zijn er nooit is gemaild naar je van, ik wil wat foto's van je? Dat heb ik nooit gekregen, nee. Vind je dat jammer? Nee, ook niet heel erg. Want ik ben natuurlijk gewoon ook wel met mijn werk bezig en zij ook met hun werk. Dus dat geeft ook wel gewoon een goede werkband. Ja. Nou, ik denk als ze hier komen kijken, dan verandert het volgens mij zeker. Ja, wie weet, ja. Ja, nee, misschien als alles bij elkaar zou zien, dat ze er wel blij van worden, hoop ik, ja. Nou, straks natuurlijk 30 april, de troonswisseling. Hoe gaat jouw dag eruit zien? Ja, heel vroeg opstaan. En dan moet je al heel vroeg melden, hoorde ik, bij de security check. En dan mag ik in de kerk staan voor het sfeermoment. En dan uren wachten. En dan mag je een paar minuten totaal maar fotograferen. Dus het is gewoon heel veel wachten. Dankjewel.